Wanda Metropolitano. Loopt al aardig vol hier. In afwachting van een veelbelovende wedstrijd. Ik ben Sierp Vos. En samen met collega Jeroen Gutteri naast me verzorg ik het commentaar bij deze wedstrijd. Vandaag gaan we kijken naar een Division Rivals wedstrijd. Nou, dit is wel een wedstrijd hoor, Jeroen. Hoi, zie het. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb hier lang naar uitgekeken. Het is op papier een geweldige wedstrijd. Het zou wel eens sensationeel kunnen worden. Misschien wel historisch. Alan. Douglas Costa. Reinaldo. Doelpoging, schot. Pak het dan voor de voorsprong. Nee, geen goal. Hij raakt hem ontstellend hard. Maar ja, dat gaat ten koste van de nauwkeurigheid. Ja, hij had hem wel met wat meer beheersing kunnen nemen, inderdaad. Daar gaat het balbezit. Zou wel eens wat kunnen worden. Vrije trap naar die overtreding. Op een gevaarlijke plek. Doelkans. Die vrije trap eindigt in de handschoenen van de keeper. Ferland Mandy. Bal komt aan bij Gennaro Gattuso. Bal is bij Gattuso. Leon Goretzka, Adama. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Gabriel Jesus. Arturo Vidal. Oh, wordt ingeleverd. Vervolgt zijn weg naar het doel. Hij zit er sterk tussen en heeft de bal. Mendy. Bal komt aan bij Gennaro Gattuso. Marcelo. Douglas Costa. Hij schermt de bal goed af. Hier moet de voorsprong komen. Een sublieme redding, zeg. En van zo dichtbij ingeschoten. Hij heeft eigenlijk bijna geen tijd om te reageren. Dat maakt het ook zo knap. Dat heeft de formidabele redding. En op de inboord. Dat kan meteen gevaar opleveren. Trent Alexander-Arnold. Mohamed Salah. Nou, dit moet je maar durven. En nu wordt het oppassen. Gered door de keeper. Bal blijft in het spel. Ze kunnen de bal gaan ingooien. Marcelo. Alain. Wijnaldum. Bal bij de tegenpartij. Leon Goretzka. Giovinco. En hier geeft de scheidsrechter een voordeel. Hij schat de situatie goed in, vind ik. Dat is natuurlijk een vrije trap. Dit zou wel eens zijn laatste waarschuwing kunnen zijn. Nog één zo'n overtreding. Hij tikt hem over de lat. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Nee, hij kopt helemaal verkeerd. Alsof hij een vierkant hoofd heeft. Komt niet eens in de buurt. Ja, ik denk dat het te maken heeft met zijn verkeerde timing. Gabriel Jesus. Reinaldo. Dit begint op een aanval te lijken. Naar binnen bij de achterlijn. Douglas Costa. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus kan verder. Mohamed Salah. Bal veroverd in de eigen 16. Ze zaten de tegenstander op de hielen. We pakken de bal af. En daar eindigt de aanval. Adama. Het ziet er veelbelovend uit. Leon Goretzka. Kijk, Vidal. Goal, die is het doelpunt van de wedstrijd. Ik had eerlijk gezegd verwacht.
dat het andere team gaat scoren. Ja, je hebt gelijk, ziet. Dit is inderdaad tegen de verhouding in. Nou, zo'n goal zal hij niet veel vaker gaan maken, hoor. Keihard geschoten vanuit de 16 met de vreef, zo in de linkerhoek. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Douglas Costa. Hij weet te voorkomen dat hij pas zijn eindstation bereikt. Douglas Costa. Mohamed Salah. Trent Alexander-Arnold. Alan. Mohamed Salah. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Slordig. De bal bezit. Mohamed Salah. Mo Salah. Zijn bedoeling was een geplaatst schot. Maar geplaatst op het doel natuurlijk. Tenzij dit dan weer de bedoeling was. Maar dat mogen we gerust in twijfel trekken. Wijnaldum. Ze geven de bal weg. Adama. Ze komen opnieuw in balbezit. Goeie interceptie die eigenlijk nauwelijks moeite kostte. Alan. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Ze leveren de bal in. Nog 2 minuten extra speeltijd. Marcelo. En dan geeft hij zo'n steek. En let goed op, en dan schept hij paas. Gabriel Jesus. Nu doet het stil. Dat is het fluitsignaal voor de rust. Ik zweer je, deze game is zo nap. Dit is zo scripted. We gaan weer verder. Tweede helft van de wedstrijd. Arturo Vidal. Kaká. Adama. Giovinco. Giovinco! Hard! Sorry, maar dat ga ik niet doen, hoor. Ik zou graag deze game neerzetten zoals voetbal is. Bro. Ja, het schappen. I don't want to listen to her. But she don't want to listen to me. Last week we're talking together nice forever. This week more fish in the sea. And deze game just killing me, G. I had the perfect picture, it was all laid out for me. But I feel like I'm in love with the pain, fam, cause it's the same old story. Same old questions, what's your body count? Who are you linking before me? And I hope she don't ask me back, cause my life like an episode of Maury. I run out of excuses, the truth is I'm so cold, I'm so frozen. Too many times my heart has been broken, and I can't even do the fake love, there ain't no pretending. Thought that I found my partner in crime, my co-defendant. But it's like watching a film and you already know the ending. See me, I think too much. Try to keep it short and sweet, but I say too much. Now she wanna go back and forth, she wanna play 2 touches back to square one. Both said things that shouldn't have been said, did things that shouldn't have been done. Wish I could turn back time, and I wish that I could get a rerun, cause I had the perfect picture. It was all laid out for me. But I feel like I'm in love with the pain, fam, cause it's the same old story. Same old questions, what's your body count? Who are you linking before me? And I hope she don't ask me back, cause my life like an episode of Maury. I had the perfect picture. It was all laid out for me. But I feel like I'm in love with the pain, fam, cause it's the same old story.
same old questions. What's your body count? Who are you linking before me? And I hope she don't ask me back, cause my life like an episode of Maury. Said she loved me cause I weren't like the rest. I rock and roll, I don't like the stress. Now the friendship's based on how quick I reply to text. She's talking reckless, I gotta bite my tongue. Don't wanna say anything, I might regret. Died a thousand deaths. Man, I was so much Ed Hardy. How could I forget that love kills slowly? Still everybody trying to do holy matrimony. More time, one of them needs a trophy, and the other one's scared to be lonely. Every day another one falls off. They linked the wrong thing and got way too cozy. Valentine's Day is all sweet and rosy. Spent every other day just trying to score points like Kobe. Nobody wants to lose, but the winner gets nothing. Spent summertime stunting, then winter time comes, everybody starts cuffing. You know love takes time, but relationship goals got everyone rushing. You get a feeling it's way too good to be true. So now you're just trying to find something, trying to find a reason. Friends asking me how I'm doing, I said same, different season. My ex got a new boyfriend, I'm just trying to get even. We don't hate each other, no, we just came to the end of the road. She went one direction, I went the other. Guess I gotta find me a new lover. I had the perfect picture, it was all laid out for me. But I feel like I'm in love with the pain, fam, cause it's the same old story. Same old questions, what's your body count? Who are you linking before me? And I hope she don't ask me back, cause my life like an episode of Maury. I had the perfect picture, it was all laid out for me. But I feel like I'm in love with the pain, fam, cause it's the same old story. Same old questions, what's your body count? Who are you linking before me? And I hope she don't ask me back, cause my life like an episode of Maury. Miss Varsity, Benedy. I ben een beetje druk, een beetje magic gebeurd. Als dat één keer is, dan gaat dat niet. Als dat vijf jaar is, succes. Een interessante voetbaldag breekt aan. Welkom, beste kijkers. Vanuit het sfeervolle Signaal Iduna Park. Mijn naam is Sjoerd de Vos. En naast me, achter de microfoon, zit co-commentator Jeroen Gruter. Vandaag twee kemphanen die gaan strijden in Division Rivals. Wat een wedstrijd wordt dit. Nou, laat die aftrap maar komen, Sjoerd. Volgens mij wordt dit een heel interessante krachtmeting. De paas lijkt nergens op. Hij levert de bal zo in. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. De ruimte ingestuurd. Goed geanticipeerd op die bal. De bal geraakt. En weer in het spel. Grote kans zeg om voor te komen. Nou, en dan valt het eerste doelpunt toch wel heel erg snel. Voor de tegenstander is dat alsof ze een emmer koud water in het gezicht krijgen. Ja, wie moet je hier nou eigenlijk iets verwijten? De keeper? Nou, eigenlijk niet. Hè. De verdediging? Wellicht. Maar als die speler van zo dichtbij de bal krijgt, ja, dan is het natuurlijk makkelijk afwachten. De score is geopend. Het is 1-0. Een uitgekiende steekpaas. Fernandes? Ja, hij probeerde te forceren. Nee, hij heeft natuurlijk nergens op. Nee, hij had natuurlijk heel iets anders in gedachten. Nu zeilt de bal ver weg van het doel. Douglas Costa. Alan. Wijnaldum. Gabriel Jesus. En zo is hij de verdediger kwijt. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Boem. Koekoek. En nog eentje. Raúl Jiménez. Tanguy Ndombele. Goed geanticipeerd. Ze zit ertussen. Goed verdedigd. Tegenpartij aan de bal. Dit kan wel eens een kans opleveren. Hij weet het de bal te ontfutsen. Goed poging, schat! Stefan de Vrij onder druk gezet. Trent Alexander-Arnold. Echt heel handig gedaan. Ja, mooie beweging. Mohamed Salah. Ze komen weer in balbezit. Goede interceptie daar op het middenveld. Sterk hoe hij die bal verovert. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Ze profiteren van deze paas. Net op tijd ertussen. Leveren de bal in.
listige steekbal. En dat is een mooi doelpunt. Oh nee, afgekeurd. Toch geen doelpunt. De vlag ging omhoog. Ja, ik telde hem ook al. Trent Alexander-Arnold. Wijnaldum. Wat gaat hij hiermee doen? Hij is gretig en pakt de bal af. Raúl Jiménez. Die viert trouwens vandaag zijn verjaardag. Mohamed Salah. Mohamed. En met de bal aan de voeten uitbraak. Wat een beauty van Mohamed Salah. En de verdedigers weten dat hij levensgevaarlijk is. Maar hoe houd je zo iemand tegen? Er is sprake van een duidelijk krasverschil in deze wedstrijd. Oh, dat doet hij mooi zeg. Heerlijke techniek. Genieten. Zou wel eens wat kunnen worden. Trent Alexander-Arnold. De ruimte ingestuurd. Gaat dit wat worden? Daar voorkomt die narigheid. Er ligt ruimte voor de counter. En met die actie weet hij de bal af te pakken. Ilkay Gundogan. En nu wordt het oppassen. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Hij speelt hem slim. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Die steekbal is gevaarlijk. Tanguy Ndombele, die doelman moet opletten. Ze weten voorkomen dat die paas zijn eindstation bereikt. Wat een dribbel. Gaat hem heel mooi voorbij. Prachtige beweging. Ze krijgen het balbezit weer. Douglas Costa. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Knap hoor, die steekpas. Al vroeg druk gezet. Hij zit er sterk tussen en heeft de bal. Tanguy Ndombele. Balbezit naar de tegenstander. Hij komt verder richting doel. Eens kijken of het wat gaat worden. Oh, wat een... Ik wou niet zeuren, ik hoop voetballer, maar FIFA heeft gewoon heel weinig met voetbal te maken. Hoe je zegt, ah, hij gaat wel over. Maar als hij erin ging, zou hij door het net zijn gegaan. Het ontbreekt dan wel net aan een... En de doelman kan hier even de druk niet aan. Belabberd. Hij houdt het schot tegen. Hij let goed op en onderschept die paas. Het ziet er veelbelovend uit. Tanguy Ndombele. Wat gaat hij hiermee doen? Nou, wat kan hij hiermee? Kunnen ze profiteren van deze paas? Hier zit muziek in. Zo, wat een reactie van die doelman. Te snel vertrokken en nu is het buitenspel. Marcelo. De scheidsrechter geeft aan dat het rust is. Het is nu 3. Hier is de aftrap voor de tweede helft. Bij een tussenstand die de krachtsverhouding goed weergeeft. Ilkay Gundogan. Die kan wel eens een kans opleveren. Oh, hij gaat te langs. Nu gevaarlijk worden.
Wijnaldum. Vandaag komen zijn passes goed aan. Hele mooie beweging. Het is ballet. En daarmee ook je tegenstander nog voorbij. Hoppa, komt die. Lekker doelpunt. 3 doelpunten en dus een hat-trick. Schitterende prestatie. Koekoek. En hij ziet het er alweer in. Elke keer als hij de bol schiet is het meteen raakt. Ja, en dat komt echt zelden voor. Geweldig. Kassa. Het is duidelijk dat 1 team de dienst uitmaakt in het duel. Alan. Wijnaldum. Gabriel Jesus. Een sluwe steekpaas. Douglas Costa. Is dit Salah die bij de tweede paal staat. Paas onder schep. Goed opgelet. Gabriel Jesus. Douglas Costa nog eens. Wat een schitterende beweging. Slordig. Met de bal een steekbaas in de ruimte. Die staat meestal voor Wubbel Okkels. Ja, die moet erin. Raakt de doelman en daarna de paal. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Duidelijke overtreding. Vrije trap. Alan. Goed geanticipeerd op die paas. Ze zitten tussen. De bezoekers maken korte metten met de thuisploeg hier. Tot ontsteltenis van de fans in het stadion. Ja, maar het spel van een ploeg is dan ook niet om aan te zien. Listige steekbal. Douglas Costa. Van dichtbij. Toch de schietkans. Een enorme duik voor die doelman. Hoekschop komt voor. Nee, dit loopt uiteindelijk op niets uit. Bal komt aan bij Gennaro Gattuso. En we wisselen weer van balbezit. Wijnaldum. Hij weet te voorkomen dat die paas zijn eindstation bereikt. Kunnen ze profiteren van deze paas? Dat is natuurlijk een vrije trap. Pff, wat slecht zeg. Al volgende keer mag iemand anders hem nemen. Moet iemand anders hem nemen. Ja, zo neem je natuurlijk geen vrije trap. Heel slecht. Dit lijkt echt nergens op. Wijnaldum. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over, de laatste fase. Speelt de bal rechtstreeks naar de tegenpartij. Dank u. Heerlijke beweging. Ja, en ook nog zijn man uitgespeeld. En met de bal aan de voet te Uikera. Komt binnenkant voet, prachtig in het doel. We gaan weer aftrappen. Dat is wel een heel eenzijdige wedstrijd. Een mislukte paas. Ja, ik kan niet anders zeggen. Zo in de voeten van de tegenstander. Salah had niet een doel. Hahaha, hocus pocus. Wat een tovenaar. Pure magie is dit. Wat een spectaculaire beweging. En die bal wordt goed geklopt door een speler. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. En de bal gaat naar de tegenstander. Gabriel Jesus. En de bal is voor hem. Gaat dit wat worden? En nou ben ik benieuwd wat de scheidsrechter gaat doen. We gaan de laatste 10 minuten reguliere speeltijd in. Hij rukt verderop.
En daar heeft hij de bal veroverd. Wat gaat hij hiermee doen? Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Goed gedaan van die doelman. Corner voor het doel gebracht. Hij werkt de bal net op tijd weg. Ja, die leek erin te gaan. Wat een geweldige verdedigende actie. Magnifiek. Nee, daar schieten ze uiteindelijk niets mee op. Wat een dribbel. Gaat hem heel mooi voorbij. Prachtige beweging. Ze leveren de bal in. Bruno Fernandes. Trent Alexander-Arnold. Alles bij Gattuso. Het ziet er veelbelovend uit. Hij neemt de bal op de schoen. Die bal wordt geblokkeerd door een speler. De bal wordt ingeleverd. Nou... Schiet kans! Nee, dat feest gaat niet door. De grensrechter vlag voor buitenspel. Kantje boord. Trent Alexander-Arnold. Balbezit naar de tegenstander. En voor die actie komt er een vrije trap. Alles bij Gattuso. Hij raakt hem. De speler blokkeert het schot. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Goed ingegrepen door die speler. De scheidsrechter fluit voor het einde van de wedstrijd. Bal geraakt en weer in het spel. Nou, en dan valt het eerste doelpunt toch wel heel erg snel. Voor de tegenstander is dat alsof ze een emmer koud water hebben. En zo is hij de verdediger kwijt. Vol! Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Hoef, koekoek, en nog eentje. Raúl Jiménez. Het was prachtig komen. Het was echt prachtig komen. Nou was hij een band afleggen. Slash lang. Geschoten. Shotje. Slecht schot. Uit Londen heten we u al een hartelijk welkom op Stamford Bridge. Ik ben Siert de Vos. Doe die maar e-sports. Budget deze game zo hard. Want online FIFA, dat zou zo leuk moeten zijn. Dat zou super leuk moeten zijn. Met z'n Peter ben carousel geworden.
Maar als je kaartje koopt, kun je meerijden. Koop je geen kaartje, kun je niet meerijden. Zo jammer in deze game. Hoe kan het dan dat wereldwijd echt miljoenen, misschien wel meer... En op de commentaarstoel hier naast me zit Jeroen Gruter. We hebben een wedstrijd voor u in het speltype Division Rivals. Jeroen, ik voel het. Ik voel het. Dit wordt weer zo'n wedstrijd. Ik krijg opeens zo'n gevoel. Dit zou wel eens een heel bijzondere wedstrijd kunnen worden, zie je het? Laten we maar snel beginnen. Ousmane Dembele. Sergio Busquets. Ousmane Dembele. Ousmane Dembele. Immobile. Sergio Busquets. Immobile. Ze geven de bal weg. Mohamed Salah. Gabriel Jesus. Wow. Ik word er niet gekomen. Zo mooi, zo mooi. Briljant hoe hij zijn tegenstander uitspeelt. Hij weet het voorkomen dat de paas zijn eindstation bereikt. Alexandro. Lorenzo Insigne. Morten Torsby. Sergio Busquets. Sergio Busquets. Hij komt nu dichter in de buurt van het doel van de tegenstander. Weer een balletje heen en weer. Heel geduldig spelen ze nu op zoek naar een opening. Hele mooie beweging. Het is ballet. En daarmee ook je tegenstander nog op het doel. Ja, die eerste zit erin. En we hebben amper een kwartier gespeeld. Nou, dit is absoluut geen saaie wedstrijd. En wie weet wat er allemaal nog gaat gebeuren. Een meesterlijke individuele actie, hoor. Moet je kijken, zeg. Hij komt van heel ver. Maar hij blijft maar gaan. En dat mogen die verdedigers zich toch wel aanrekenen, hoor. We noteren het eerste doelpunt met 15 minuten gespeeld. Zo naar de tegenstander. Die doelman moet opletten. Levert de bal in bij Busquets. Ousmane Dembele. Dries Mertens. Sergio Busquets. Morten Torsby. Immobile. Slim hoor, de stoppage van Immobile. En daar is de gelijkmaker. We staan dus weer op gelijke hoogte. Ja, zie je het. En nu is de vraag. Wie durft het risico te nemen om te gaan jagen op een voorsprong? Ja, dat is toch genieten van zijn passes vandaag. Dan komen de Insigne aan de bal. Goed geanticipeerd op die paas. Ze zitten tussen. Salah op de flank in balbezit. Komt steeds iets verder. En dan nu klaarleggen voor een mooie voorzet. Hij wordt gepasseerd door Mo Salah. Nou, wat kan hij hiermee? Goed zijn lichaam ervoor gezet. Douglas Costa. Busquets weer ertussen te komen. Mertens. De Bele is royaal, hè? Geeft de bal weg. Douglas Costa. Wat gaat hij hiermee doen? Een sluwe steekpaas. En daar pakken ze de voorsprong. Die kans werd verzilverd. Nu mag de tegenstander iets gaan verzinnen. Ja, en als de tegenstander gaat drukken, dan komt er vanzelf nog meer ruimte. Mooie techniek hoor. Hij kiest ervoor om die bal niet eerst te controleren, maar hem meteen te schieten. Ja, maar je vergeet die paas misschien, want die is ook schitterend. Na dit doelpunt gaan we verder met de stand 2-1.
Ze leveren de bal in. Stefan de Vrij. Matthijs de Ligt. Wijnaldum. Trent Alexander-Arnold. Alan. Hij houdt de bal af. Er wordt een vrije trap gegeven. Wijnaldum. Matthijs de Ligt. Douglas Costa. Alan. Ze laten de bal snel van voet naar voet gaan op de helft van de tegenstander. Kan een doelpunt worden. Wijnaldum. Douglas Costa met de bal. Zijn bedoeling was een geplaatst schot, vermoed ik. Maar geplaatst op het doel natuurlijk. Tenzij dit dan weer de bedoeling was. Maar dat mogen we gerust in twijfel trekken. Morten Dorsby. Hij is trouwens vandaag jarig. Trent Alexander-Arnold. Immobile. Ousmane Dembele. Ciro Immobile. Sergio Busquets. Hier lijkt een goede mogelijkheid aan te komen. Sergio Busquets. De verdedigers kijken toe hoe de tegenstander de bal rondspeelt. De verdediging blijft wel geconcentreerd. Mertens. Alessandro Florenzi. Dit kan wel eens een kans opleveren. Een tackle die goed afloopt. En weer de druk op de bal. Morten Dorsby. Blessuretijd 2 minuten. Ze geven de bal weg. Ousmane Dembele. Een geweldige verdedigende actie. De bal wordt ingeleverd. De rust is aangebroken. De stand is 2-1. Ik denk dat de coach niet veel heeft. De rust is voorbij. Afgetrapt voor de tweede helft. Marcelo. Alan. Wijnaldum. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Kan er hier voor gevaar zorgen? Oh, kijk, de keeper doet ook mee. Ja, prima hoor. Vandaag speelt hij ronduit slecht. Maar eerlijk is eerlijk, dit doet hij goed. Sergio Busquets. Morten Dorsby. Alexandro. Ciro Immobile. Slordig met het balbezit. Morten Dorsby. Sergio Busquets. Ze blijven in balbezit en spelen de bal rond. Totdat er een opening ontstaat. Misschien. Insigne. Daar gaat het balbezit. Douglas Costa. En hij speelt hem weer terug. Busquets weet die bal te pakken. Het ziet er veelbelovend uit. Niet meer in balbezit na die ingreep. Er ligt een counter op de loer. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Zo, goal! Een vlijmscherpe counter. Genadeloos uitgevoerd. Ja, ja, ja. Sterk doelpunt. Snelle uitbraak. Ja, dan komt die kans eruit en heel mooi afgerond. Alessandro Florenzi. Morten Dorsby. Gabriel Jesus.
Die doelman moet opletten. En hij schiet! Ja, het gevoel langs de doelman gewerkt. Ze tonen veerkracht naar die tegengoal van daarnet. Door meteen zelf een doelpunt te maken. Zo hoort dat ook. Niet zeuren, gewoon scoren. En we gaan verder met een stand van 3-2. Doelbal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Piqué komt in balbezit. Goed hoor, dat druk zetten. Weer in balbezit. Wat gaat hij hiermee doen? Het wordt hem niet makkelijk gemaakt. Immobile. Morten Torsby. Insigne. Lorenzo Insigne. Ciro Immobile. Mohamed Salah. Douglas Costa. Gabriel Jesus. Insigne. We hebben nog 20 minuten te gaan. Immobile. Mertens. En dan nu een mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Het spel gaat verder naar die redding. Douglas Costa. Met die geweldige redding voorkomt hij dat de tegenstander gelijk weet te maken. En ik denk dat ze hem daar best wel even voor mogen bedanken. Gabriel Jesus. Een kans op een counter. Mohamed Salah. Met die ingreep op de flank verovert hij de bal. 3 smetters. Ousmane Dembele. Ciro Immobile. Sergio Busquets. Insigne. Sergio Busquets. Dit begint er aardig uit te zien. De ruimte ingestuurd. En daar is de gelijkmaker. We staan dus weer op gelijke hoogte. Ja, zie het. En nu is de vraag. Wie durft het risico te nemen om te gaan jagen op een voorsprong? We gaan de laatste 10 minuten reguliere speeltijd in. Sergio Busquets. Mertens. Ciro Immobile. Insigne. Immobile. Paas na paas na paas. En die tegenstanders maar rennen. Dat doen ze goed hoor. Morten Torsby. Dat had een belangrijk doelpunt kunnen worden, maar hij onderschept de paas. Over een paar minuten zit de reguliere speeltijd erop. En het staat nog steeds gelijk. Wijnaldum. Wow. Ik word er niet een kop. Zo mooi, zo mooi. Briljant hoe hij zijn tegenstander uitspeelt. Sergio Busquets. Ze geven de bal weg. Bal weer kwijt. Morten Torsby. Immobile. En nu snel schakelen voor de counter. Bal blijft binnen naar die redding. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Gabriel Jesus. Mohamed Salah. Als deze aanval tot het doelpunt leidt, is het echt op het nippertje. Maar ze winnen dan wel gewoon. En zo loopt de wedstrijd af. Het resultaat. Immobile, slim hoort.
Wijnaldum. Douglas Costa met de bal. Hij heeft de bal. Ik kan nu snel de aanvallen. Zo, goal! Een vlijmscherpe counter. Genadeloos uitgevoerd. Ja, ja, ja. Sterk doelpunt. Snelle uitbraak. Ja, dan komt die kans eruit. Doelpunt, snelle uitbraak, ja, dan komt die kans eruit en heel mooi afgerond. Die Koeman moet opletten en hij schiet. Hij begint er harder uit te zien. De ruimte ingestuurd. Immobile, slim hoort het. Immobile. En daar is de gelijkmaker. We staan dus weer op gelijke hoogte. Ja, zie je het? Die waren best wat grijs. Maar hij scoort wel. Door scripten. Beste kijkers en hartelijk welkom vanuit het Olympiastadion, de thuisbasis van Hertha BSC. Mijn naam is Siert de Vos en de collega die naast me zit, die kent u ook, Jeroen Guter. Vandaag gaan we kijken naar een Division Rivals wedstrijd. Deze wedstrijd, Jeroen, is een fantastisch affiche. Siert, dit is een ideale gelegenheid voor de trainers om zonder druk te experimenteren met hun teams. Verdediging effectief hier. Schitterende steekpaas. Natuurlijk Messi. Ben Yedder.
Kevin de Bruyne. Ja, goal. Het is het openingsdoelpunt van het duel. En zo lang zijn we nog niet bezig. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Ik ben niet boos, maar dit vind ik wel een rare goal. Sometimes I dream about going back, keeping all the things I left behind. But now I know you can't change the past. Way too young to know the reason why. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back. I feel the gravity pulling me faster than it ever has before. When I was 17, loving had me rushing out the door. I try to hold it back, take a breath, looking at old pictures on the floor. But I hear everything telling me you don't have the time, you gotta go. And it all comes rushing back, rushing back. 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 I don't need her.
There in 10. Big R1, I'll be there in 10. Where and when? Big R1, I'll be there in 10. I am the boogie man scaring men. Call out my name and I appear with. Come to a video, shoes in your ends. I will turn up earlier than your cameraman. Bare equipment, you'll be thinking it's them. Hold on, wait there, where's his lens? There's his lens. Untied fighting, where's his friends? You men are camping, my animals are out raiding for you, it's bare intense. Why would I scrap when I'm here with. Man, don't care if your ears are bent. No, my I will ring every 15 like Big Ben. Test me how. Phone man's phone up, let's meet now. Kick this thing off like Jet Li, bow. David Luiz absolutely foul. Don't be your sit down. Cause I went Deptford Green, I got Chinese man that will drive by your favorite restaurant and you'll get your main chick. What did you think? I will scream and shout. You ain't nothing if you ain't seen clout. Bet 10 bags I will find these house. Walk one mum say, it's my man about. Man, go to mumsy's mum's house. What, man? Dead serious, you don't want it with man. I've told this boy not to f with man. Told him. Where and when? Big R1, I'll be there in 10. Told him. Where and when? Big R1, I'll be there in 10. Told him. Where and when? Big R1, I'll be there in 10. Blood. Man, I hear with, scaring men. I'll be there in 10. Old school, I'll be there with Spen. Big black geezer is there and then. Yes, there and then. They dare me, but I'm daring them. Oh no, I ain't hearing them. Double M, yeah, I'm here with M. Clap, then it's bingo. That's right. Man, little tingo. Who, him? Man, that's an insult. Chits when man, and she's hearing the lingo. Back, I'm a spider. On a rider, I slap man a fiver. 20 vans, all black with a driver. Yeah, yeah, yeah. 50 man in the back getting liver. That's 50 gang in the back, that's a minor. Man just talk and rap, that's a minor. Yeah, yeah. You gas man up and that's an advisor. Switch it. Where and when I creep in the Air FM, I'm sleeping in here West End. Road deep, I'll be near West End. No street fight, I know Ryu. No street fight here with Ken. No cheapness in here, we spend. Roll deep up in there, we can. I'm with Sky. No sleep, I'm in there with Spen. SM1, whole heap, I'm in there with Clem. Man just spit, I'm in here with Flem. Man just dipped,
That's P money there again. Told him. Where and when? Big R1, I'll be there in 10. Told him. Where and when? Big R1, I'll be there in 10. Told him. Where and when? Big R1, I'll be there in 10. Blood. Man, I hear what's here, what's here, what's here.
something's working. I've been tripping, no one's perfect. Chasing vision, just the surface. Shirts on backwards, not on purpose. Yeah, I've been learning something bigger. Expectations, feet were failing. I found blessings flowing from the side of heaven. Staring into my reflection, redirecting my perfection somewhere else. Searching for a new escape. I scan the exits that embrace an easy out.